U heeft een grote opdracht gekregen van CERN Genève. Was dit de eerste keer? Dat is zeker niet de eerste keer dat we een opdracht van CERN hebben. We werken al zo'n beetje 40 jaar voor CERN. Veelal kleinere opdrachten, maar zo'n grote was wel een eerste voor ons. En voor CERN ook in Nederland. Dit keer gaf de doorslag dat onze capaciteiten en kennis en kunde precies pasten bij het product wat men graag wil hebben. Wat doet u anders dan andere vergelijkbare bedrijven? Ik denk dat wij net wat meer durf hebben op technische uitdagingen. Net iets meer het randje van het technisch kunnen opzoeken. En dat wordt door onze klanten gewaardeerd. U bent als directeur verschillende keren onderscheiden. Wat is uw geheim of recept? Ik zei het net al een beetje, hè, durven doen, durven denken. En dan uiteraard met het team hier de dingen ook waarmaken. Zonder dat team kan ik dat natuurlijk ook niet. Over het team gesproken, willen de mensen graag bij u werken? De mensen willen over het algemeen graag hier werken omdat we veel uitdaging hebben. We hebben veel enkel stuks productie, elke keer weer nieuwe producten. Dat geeft ook een uitdaging. Het blijft altijd moeilijk om aan goede mensen te komen. Maar ik mag daar niet over klagen. We kunnen op het moment redelijk goed aan mensen komen. Waar heeft u op dit moment een tekort aan? Verspaners is een vak, daar is een tekort aan mensen. Een goede vakman kan zich nog steeds bij u melden? Altijd, ja. Hoe noemt u zich als directeur het liefst, entrepreneur of uitvinder? Entrepreneur of ondernemer, het is net hoe je het wilt noemen. Maar meer ondernemen dan uitvinder. Natuurlijk hoort het uitvinden er ook bij. Dat doe ik niet altijd alleen, dat doen we ook met het team samen. Maar uiteindelijk moet er een onderneming geleid worden. Dus we hebben op dit moment een machine in ontwikkeling die afval omzet naar een briketvorm. Een soort van brandstof in, biochar noemen ze dat. En daarmee kun je het grote afvalbergend probleem in de wereld oplossen door de machine naast zo'n afvalberg te zetten. Het afval te verwerken tot een briket wat je kunt gebruiken in de vorm van een soort van kolen. Alleen de brandstofwaarde die erin zit is vele malen hoger. Dus je bent op het gebied van de circulaire economie ook goed bezig? Daar liggen op dit moment de meeste kansen. En die sluiten ook het beste aan met onze kennis en kunde. Zou het zo kunnen zijn dat u in de toekomst meer die richting op gaat met uw bedrijf? Alle ontwikkelingen die zijn daarop geënt. Dus ja, absoluut. We hebben daar de machinefabriek, de basis van de onderneming bij nodig. Om die dingen weer te bouwen en waar te maken. Dus die zal ook altijd blijven bestaan. Maar de grote groei zit wel in de circulaire hoek. Met die mooie orde van CERN, een mooie basis. En daarbovenop die nieuwe ontwikkelingen veel groei zullen gaan geven.